goedemiddag. Met je broer ook in de studio. Hoe gaat het daar met je? Voel je een beetje thuis? Ja, uitstekend. Ik zou hier best lang kunnen wonen. En dat ga ik ook doen, dus ik voel me prima. Waar zit je precies in het ruimtestation? We zitten nu in de nachtkant van de aarde. Ik ga nog even een mooie foto nemen van Nederland, maar dat was een beetje bewolkt. Ja, het is hier nogal stormachtig zelfs, dus ik kan me voorstellen dat je niet zo heel veel ziet. En waar in het ruimtevaartstation ben je nu op dit moment precies? Ja, we zitten hier in de Columbus-module. Dat is dus een van de Europese bijdragen. Het ISS. Het is een prachtig laboratorium met een hoop verschillende rekken voor experimenten. Hier doen we allerlei experimenten voor ESA, voor de Europese ruimteorganisatie, maar ook voor onze collega's. Dus ook Amerikaanse experimenten. Dus we wisselen apparatuur uit. We hebben hier dus apparatuur van de andere partners en omgekeerd. Heb jij nou door dat je af en toe op je kop hangt, of voelt dat voor jou heel, heel normaal daar? Nou, in het begin is het wat desoriënterend, omdat je we gebruiken alles, het plafond, de muren. In het begin kan je dus dingen kwijtraken omdat je gewoon de verkeerde plekken kijkt. Maar na een tijdje wordt het gewoon. Als je op je kop hangt, dan is het plafond is de vloer geworden. En op die manier hebben we eigenlijk een ruimtestation dat nog vier keer zo groot is. André, we hebben hier ook je broer Peter in de studio en die heeft ook een vraag voor je. Hoi André, leuk je weer te zien. We hebben heel veel beelden van je gekregen en heel veel goede uitleg. Waar ik echt nieuwsgierig naar ben, is om het beeld compleet te maken. Hoe ruikt het daar in het ISS? Nou, dat is een interessante vraag. Toen ik binnenkwam, rook het zeg maar een beetje chemisch. Want we maken hier natuurlijk ook al veel schoon. We zitten in een afgesloten ruimte. En dat betekent natuurlijk dat we hygiënisch te werk moeten gaan. Met alle dingen schoonmaken. Dus we hebben veel schoonmaaktaken, zeg maar. Dus op zaterdag maken we schoon. En dat ruik je dus ook. Dat we gewoon... het is een beetje chemisch in het begin. Ik weet nog van mijn eerste vlucht dat het toen een beetje olieachtig rook. Maar het gekke is natuurlijk dat je dat heel snel niet meer ruikt. Dus nu ruikt het gewoon. Je kan niet even een raam openzetten en een ander luchtje binnenlaten. Dus je went er heel snel aan. Dus wat dat betreft is het heel schoon hier. André, hoe ziet jouw dag er daar gewoon uit? Verschillende dingen die we moeten doen. We hebben natuurlijk het onderhoud, reparaties. Af en toe moet er iets vervangen worden. Experimenten. En natuurlijk ook gewoon onze vrije tijd. Vrije tijd. We moeten elke dag sporten. Om in conditie te blijven, bijvoorbeeld. En natuurlijk hebben we onze maaltijden en dat soort zaken. Dus het is redelijk veelzijdig. Ik werk in alle verschillende modules. Af en toe moet ik de zuurstof meten in het Russische segment. Dan moet ik weer opgaan bergen in een vrieskast in het Japanse segment. En dan doe ik weer experimenten hier in Columbus. Dus we gebruiken het hele station. En hij zwaaide nog even terug. Peter Kuipers, hoe vond je dat? Ja, geweldig. Ik kan er nog wel uren naar kijken. Eigenlijk te kort. Ik heb al 1,5 uur hem gezien, maar wat mij betreft mag het elke dag zo gebeuren. Het is leuk om hem zo te zien buitelen ook, hè? Ja, absoluut. Het geeft ook een beeld van hoe het daar is. En hij legt het geweldig uit, vind ik. Dus het begint helemaal te leven. Dus super. Ja. Jammer dat het zo kort was, maar gelukkig voor ons en voor de kijkers. Vanavond om 19:30 nog veel meer.